Adam Curry, ja, hij was afgelopen jaar volop in het nieuws. Als zichzelf en Adam's Family, als ondernemer of als DJ. Nou, binnenkort zien we hem weer terug op de buis dus. En wel samen met Robert en Brink. Zij gaan Sterrenbeurs presenteren. Een programma waar hij veel van verwacht. 3 september 1964 wordt Adam Curry geboren in Washington DC. Later krijgt hij nog 2 zusjes erbij, Tiffany en Willow. Vader zit in de public relations en reist de hele wereld rond. Adam was bijna 7 toen hij in Nederland kwam wonen. Van Nederland, een beetje gek land. Ze eet hier patat met mayonaise, dat is raar man. Adam is een heel gewone jongen en beleeft een gewone jeugd. De radio is een fenomeen dat hem al snel trekt. Ik was al heel lang geïnteresseerd in radio. Bouwde op mijn 15e mijn eerste zender. En dan moet je het testen. Dus ik sloot een cassette recorder aan. En mijn moeder in de auto het dorp rondrijden. Kijken hoe ver de wijkruiter was. Na de HAVO moet hij of doorstuderen of werken. Een studie in Amerika mislukt. Hij schrijft Veronica een sollicitatiebrief. En tot zijn verbazing wordt hij aangenomen als presentator van het muziekprogramma Countdown. Als hij na enkele jaren alle grootte der aarde voor de camera heeft gehad, vertrekt hij naar MTV in Amerika met zijn grote liefde Patricia Pai. De studio was niks. Het was echt een hok met een paar lampen. 1 keer in de week kwam de belichter even langs. Tikte er tegenaan. Voor de rest gaan we een beetje je licht opzoeken. Dat was het. Echt 2 camera's en voor de rest helemaal niks. Was heel erg knullig, geen make-up, geen kleding, niks. En dat heb ik in denk 3 jaar heb ik dat echt zien exploderen toen Amerika, toen MTV overal in Amerika te ontvangen was. Nou, dat was geen houden meer aan. Hij wordt daar een grote ster, met limo's, veel glitter en gillende fans. Maar van de een op de andere dag houdt hij ermee op. Hij wil zich helemaal op internet richten. Ik reed op een dag naar New York toe, prachtige blauwe hemel, strak voor de Lincoln Tunnel. Ik denk, dit is het. Vandaag zeg ik op. Dus ik heb mijn programma gedaan. Aan het einde zeg ik van, nou dat is het. Ik ga op het internet verder. Daar zie ik de toekomst. Tot ziens. Hij heeft enkele zeer succesvolle internetondernemingen gehad. Toen hij samen met vrouw Patricia Pai in 1999 terugkomt naar Nederland, is hij gelijk weer een bekende Nederlander. Zijn huis in België en de helikopter spreken iedereen tot de verbeelding. In de Adams Family mag iedereen het leven van het sterrenkoppel volgen. Een van de opvallende dingen uit de serie is de sterke band met zijn vrouw Patricia, waar hij een dochter Christina mee heeft. We zijn op een of andere manier voor elkaar bestemd. We snappen het ook niet. Het slaat natuurlijk nergens op. Ik ben 2 keer zo groot. Zij is iets ouder. Allemaal van dat soort dingen waarvan je denkt, nou, dat klopt niet. Maar toch zijn we naar elkaar toe getrokken als een magneet. In mei dit jaar trouwt het stel opnieuw, omdat het Amerikaanse huwelijk niet geldig was. Over 2 weken begint Sterrenbeurs bij SBS6. Adam verwacht daar veel van. Er komt een vloedgolf van informatie aan die de markt zal overspoelen, manipuleren, informeren. Waar ik echt heel erg benieuwd naar ben. Ik denk dat het te gek wordt. Vanaf 15 september kunnen we het allemaal zien en beleven bij Sterrenbeurs op SBS6.